label heeft als doelstelling om zoveel mogelijk voor de wijk te betekenen. Want ze zitten gevestigd in Nieuw-West. Van daaruit willen we eigenlijk zoveel mogelijk voor de jeugd betekenen. Dus hebben we een stichting opgericht, Stichting Ouderser Lebo. Nou, we hebben een goede zaalvoetbalvereniging met een goede jeugd. En de jongens willen we eigenlijk stimuleren door toernooien te organiseren in Nieuw-West. Door te gaan voetballen. Wat brengt jou hier naartoe deze dag? Uiteraard het spelletje natuurlijk, Panna Knockout. En in samenwerking met Stichting ARC Label Vastgoed is dat gewoon een groot feest. Vaak in de vakanties hebben we pannentoernooien, zoals je nu hebt gezien, met mooie prijzen, zodat die jongens blijven sporten, van de straat af blijven. En van daaruit proberen wij ze door te laten stromen naar veldvoetbal, zaalvoetbal of andere sporten. In december hebben we dus 3 toernooien gehad, 22, 27 en 29, in de leeftijd van 6 tot met 18 jaar totaal. En van daaruit zijn ongeveer, denk 200 kinderen op afgekomen. Dus een succes. Ik heb me uiteraard met de kinderen een beetje vermaakt. We hebben gezellig gevoetbald, een beetje hoog gehouden. En ja, we hebben gewoon even lekker een leuk dagje van gemaakt. Wat panna's uitgedeeld en wat spelers het bos ingestuurd. Ahora digo, ataca bro, ataca yo mío también. Bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatac, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Invento una cosa nueva, la hao. Ik moet zeggen dat ze zich aardig ontwikkelen, want zij proberen eigenlijk de trucjes die wij nu doen. En toen ik zo jong was, waren die er nog niet. Dus het gaat steeds beter met de jeugd. En we hopen in 2013 eigenlijk groter te worden. En de jongens van het eerste van zaalvoetbal, die toch een voorbeeldfunctie hebben, proberen we eigenlijk in de wijk in te gaan zetten. Zodat jongeren van de straat kunnen zien van, hey, zo wil ik ook zijn, hij is mijn voorbeeld. Als ik hier aan mee ga doen, dan kunnen zij me richting opsturen. En van daaruit kunnen ze zich gaan ontwikkelen in de maatschappij. En gebruiken sport als middel hiervoor. Mi música buena que hago con amor para todas las nenas. Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachitos te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Ja, ik vind het echt een iets tops, want ze zetten zich dus maatschappelijk in voor de woonwijk, voor de jongens uit de buurt. En ja, daar sta ik altijd achter als je jongens ergens op weg mee kan helpen en de juiste begeleiding daaraan kan geven. Dat vind ik alleen maar top en ik hoop ook echt dat Stichting AOC hierdoor alleen maar groter kan worden. Ik zou zeggen jongens, blijf oefenen. Ze zeggen niet voor niks, oefening baart kunst en geloof me, dat is echt zo. Dus blijf spelen, blijf liefde houden voor het spelletje en wie weet word je misschien ook ooit Europees kampioen, net als ik. Takata bro!